Stichting Rumas is deze week van start gegaan met de resocialisatie van een nieuwe groep drop-outs, oftewel vroege schoolverlaters. Ze doet dat onder de projectnaam Wanyun Opodoro, Tikkie Uw Kans. Als voortraject in de Rumas resocialisatieroute worden de deelnemers middels sport voor het project geselecteerd. Op het Wil-Aksweek sportterrein waren vanmiddag 23 jonge mannen met begeleiders van Rumas bezig. Volgens projectcoördinator Melvin Tuart zullen uiteindelijk 20 jongens doorstromen. Dit project heeft als doel om deze jonge mannen per 1 oktober weer binnen de schoolbanken te plaatsen. Het is dagelijks zo dat we bijna elke dag 6 jonge mannen, ouders met 6 jonge mannen bij ons terechtkomen van... Hij is uit het schoolsysteem gestapt en we konden niet langer wachten. Als we misschien een dagje later waren gestart, was het misschien... Ik weet niet wat er zou gebeuren. Dus uiteindelijk moesten we van start gaan met het project voor deze jonge mannen. En er komen nog veel meer projecten voor deze jonge mannen die uit het schoolsysteem stappen. En hoe lang zijn jullie al bezig? Dit is onze derde dag. We zijn in ons voortraject. Het voortraject duurt ongeveer 6 dagen. Dit is de derde dag van ons voortraject. In ons voortraject vertrekken we volgende week naar Bosbivak. Voor Bosbivak hebben we toch nog een paar middelen nodig. Dus als er mensen zijn die toch willen sponsoren, donatie willen geven in de vorm van voedingsmiddelen, anything dat te maken heeft met een kamp, zijn ze allemaal welkom. En hoe staat het met de jongere deugden? Zijn ze wel willend aan dit project? Ja, natuurlijk. Het is natuurlijk verschillend. Maar wij moeten natuurlijk ervoor zorgen dat ze gemotiveerd blijven. Vanaf de eerste dag hebben we ze gepompt van ga doelbewust, ga voor je diploma. En uiteindelijk hebben ze het gepakt. En wat we ze ook hebben gezegd is dat ze allemaal op een missie zijn. En het lukt wel? Het lukt zeker wel, ze hebben het begrepen. Ze komen elke dag weer met een neefje van ze of een jongen van de buurt van broeder, ik heb nog één erbij gebracht. En deze jonge mannen zijn doelbewuste jonge mannen. Als we kijken naar de inkomst en de uitkomst ervan, dus dan bent u al tevreden? Ja, zeker wel. Uiteindelijk beginnen deze jonge mannen in oktober en het doel is ook dat ze in 2017, augustus, met een diploma naar huis moeten komen. Daar zijn we echt succesvol geweest. Melvin Tuart, hij is coördinator van het Wanyun Opodoro Tikkie Uw Kans project van Stichting Rumas. 20 schoolverlaters worden middels sport klaargestoomd om weer naar school te gaan. Het project is gefinancierd door de Staatsolie Foundation for Community Development.